ik ben vandaag in Amsterdam en ik ga nu naar Freeze Lab. Daar ga je dus in een soort cabine en dan wordt het min 110 graden en dat schijnt heel goed te zijn voor je spieren. Let trouwens niet op mijn stem, die ben ik gisteren verloren met de kliniek geven. Maar het is nu echt al heel erg koud buiten, dus ik ben benieuwd hoe ik het straks ga overleven. Maar ja. Gaat hij dan? Mogen we binnen? Het was echt leuk. Het is daar echt super mooi binnen. Het was wel echt heel erg koud. Maar die man die zei echt elke keer om de 30 seconden ongeveer hoe lang je er nog in moest staan. Dus dan kon je het wel volhouden. Maar ik was echt helemaal zo aan het trillen en alles tintelde. Mijn hele huid tintelde. En ja, ik ben benieuwd of ik straks eigenlijk echt het resultaat voel. Daarna moest je dus op een trampoline springen om even weer warm te worden. Ik vond het echt leuk om een keer te doen. En ik hoop ook dat ik nu weer een beetje hersteld ben van deze trainingsweek. Die was best wel zwaar. Je kan niet zomaar alleen maar filmen. Ik moet hier naar rechts. Weer thuis. En gisteren ben ik naar Freeze Lab geweest en ik heb inmiddels heerlijk geslapen. En ik was best wel stijf, vooral in mijn rug. Eigenlijk overal, maar mijn rug was echt heel stijf. Ik merk echt dat het nu bijna helemaal weg is. Mijn spierpijn verder is niet helemaal weg, maar ze zeggen ook dat het meer helpt als je vaker er naartoe gaat. Jammer dat het helemaal in Amsterdam zit, dan anders had ik wel vaker gegaan. Maar het was echt super leuk om een keer te doen. En het heeft dus ook wel een beetje geholpen.